Dag allemaal, dit filmpje gaat over het practicum welk zout zit in welk buisje. Ik ga een voorbeeld met jullie doornemen van zo'n soort practicum. En het gaat hierbij eigenlijk om het toepassen van BINAS, terwijl 45a. Nou, het voorbeeldje is met 6 verschillende zouten. Sjaki heeft 6 vaste stoffen, zitten in 6 buisjes, maar hij weet niet welke stof in welk buisje zit. En we moeten het proefje gaan uitvinden welk zout in welk buisje zit. Een eerste stap die je altijd moet zetten is om die zout op te proberen te lossen in water. Want als je een neerslagreactie wil doen, moet je met een oplossing van de zout werken. Bovendien is het heel vaak zo dat niet alle zouten oplossen in water. En je kunt natuurlijk ook nog goed kijken naar de kleurtjes van de verschillende stoffen. Nou, stap 1 is dus een klein beetje van het zout proberen op te lossen in water. Neem niet te veel, dan krijg je een verzadigde oplossing. Dan denk je misschien dat iets slecht oplost, dan heb je eigenlijk gewoon te veel zout of te weinig water genomen. Kijk je in BINAS 45a, dan zie je bij calciumfosfaat de S staan van slecht oplosbaar. En bij de andere 5 zouten waar deze vraag over gaat, een G'tje. Dat betekent dat als je dit gaat doen, dat je dan bij calciumfosfaat een suspensie ziet. En bij die andere 5 een oplossing. Dus dan kun je zeggen, dat buisje, degene waar een suspensie bij ontstond, is calciumfosfaat. Er wordt ook vaak gevraagd naar de reactievergelijkingen. En in dit geval gaat het om het oplossen van zout. Nou, de eerste staat al in beeld. De kaliumnitraat, KNO3, lost dat op. Dan krijg je K+ en NO3-min, allebei in oplossing. Voor calciumnitraat kan ik ook zo'n vergelijking opschrijven. Met daar even bij dat je haakjes nodig hebt. Dan calcium je namelijk 2+. En dat die 2 hier voor de NO3-min komt te staan. De 2 NO3-min-ionen los van elkaar rondzwemmen. Die zijn beide min, dus zitten niet aan elkaar vast natuurlijk. IJzer-2-chloride kun je ook oplossen. Let hier op de Romeinse 2. Die staat wel in de naam, maar niet in de formule. Je ziet aan deze formule al, omdat chloride Cl- dat het ijzer 2+ moet zijn. Dus daar is geen Romeins cijfer nodig. En na de pijl zeker niet, want de 2+ staat hier al boven. Nou, van natriumcarbonaat kun je zo'n vergelijking opstellen. Die staat hier. Van calciumfosfaat kan dat niet. Daar is geen reactie bij. Je begint met vast calciumfosfaat en water en daar eindig je ook mee. Dus daar kan geen vergelijking bij genoteerd worden. Bij koper-2-sulfaat weer wel en die vergelijking staat hier. Nou, ik heb hier een vinkje bij het calciumfosfaat gezet. Die hebben we nu geïdentificeerd. Dan moet je ook nog eventjes kijken naar de kleur. Dat moet niet, maar het wordt makkelijker als je denkt van hey, er is een blauwe oplossing bij. En koper-2-sulfaat in vaste vorm, is het wit, en dat is het reagent op water. Dat wordt blauw als je er water bij doet, en als je er veel water bij doet, wordt dat een blauwe oplossing. Dus aan de kleur kun je koper-2-sulfaat herkennen. Die is namelijk blauw, en de andere 4 oplossingen zijn niet blauw. Dus ook daar gaat een vinkje bij. Dat IJzer-2 kun je ook misschien nog een klein beetje aan de kleur herkennen overigens. Goed, dan hebben we dus nog 4 oplossingen over. Ik heb hier even alleen de notatie van de oplossingen staan, want we hebben ze nu opgelost in water. En die andere 2 hoef ik niet meer naar te kijken, want die 2 buisjes die hadden we al herkend. Nu is het truc om een neerslagreactie te doen. En dat liefst eentje waarbij 1 een neerslag geeft en 3 niet. Of natuurlijk andersom, dat je 3 neerslagen krijgt in 1 oplossing. Dat kan op verschillende manieren. Ik laat even 1 voorbeeld ervan zien. En dat is om te beginnen met een beetje calciumchloride toe te voegen. Calcium vormt namelijk een neerslag met CO3-2-min en niet met Cl- NO3-min. En die NO3-min natuurlijk ook niet. En dat chloride geeft geen neerslag met een van de positieve ionen. Kun je allemaal vinden in BINAS 45a. Komt erop neer dat je bij natriumcarbonaat een neerslag krijgt en bij de andere 3 oplossingen niet. En dan weten we dus in welk buisje natriumcarbonaat zat. Ga je daar een vergelijking van opschrijven, kijk dan welke neerslag er ontstaat, dus calciumcarbonaat, en dan krijgen we voor de pijl calcium-2+ acu en CO3-2-min acu. En de tribune-ionen, dat laten we hier weg. En dat zijn chloride- en natrium-ionen hier. Nou, kan ik weer een vinkje zetten, want ook natriumcarbonaat hebben we nu herkend. En dan zijn er dus nog 3 oplossingen over. Het gaat eigenlijk hetzelfde als net. Ik moet weer iets zoeken wat met 1 of met 2 van deze 3 een neerslag geeft om een stapje verder te komen. En een mogelijk antwoord daarbij is zilvernitraatoplossing.
Het Ag plus wat erin zit gaat met NO3 min geen neerslag vormen. Ja, want nitraat lost met elk positief ion goed op, maar met chloride geeft het wel een neerslag. Dus het IJzer-2-chloride in oplossing gaat een neerslag geven. En dan hebben we ook die herkend. Ook weer een vergelijking bij te geven natuurlijk. In dit geval gaat het Ag plus en CO min samen het vaste AgCl vormen. Weer een vinkje erbij. En nu zijn er nog maar twee over. Het wordt steeds makkelijker. Nou, kijk ik naar deze twee. Nou, kalium en nitraat lossen met alles goed op. Kan ik nergens meer neerslaan. Dat nitraat natuurlijk ook. Dus ik moet gewoon iets zoeken wat met calcium 2 plus een neerslag geeft. Er zijn meerdere mogelijkheden. Maar één mogelijkheid is fosfaat ervoor te gebruiken. Nou, alleen fosfaat kan niet. Dus ik voeg dan een oplossing van bijvoorbeeld natriumfosfaat toe. Wat je dan ziet is een neerslag in het buisje waar het calcium 2 plus in zat. En geen neerslag bij die andere. Dus dan weet ik, hey, het buisje met een neerslag kan ik aanwijzen als het buisje met het calciumnitraat erin. En daar kan ook weer een vergelijking bij. Vergelijking van calciumfosfaat. Let je even op de haakjes als je deze reactievergelijking noteert. Nou, dan hebben we het vijfde vinkje gezet. En dan is de laatste stof heel makkelijk. Er is nog één buisje over. Dat moet kaliumnitraat zijn. Die valt ook niet aan te tonen met de neerslagreactie. Want zowel kalium plus als NO3 min geven overal een goed oplosbaar zout mee. Geen neerslagen. Nou, dan heb ik dus zes vinkjes gezet en heb ik het proefje gedaan. Nou, als je dit nou als practicum doet, schrijf dan ook even op conclusie. Bijvoorbeeld in buisje 1 zat natriumcarbonaat, in 2 zat kaliumnitraat. Dat hangt natuurlijk helemaal van de waarneming die je gedaan hebt af. Oefen hier nog een paar keer mee en zorg dat je voor je proefje gaat doen een goed werkplan hebt. Dan is het echt goed te doen, denk ik. Succes met oefenen!